Hallo Black Legion en welkom bij een nieuwe part van I Am Alive. I Am Alive, dat is een hele mooie omschrijving van I Am Alive. We zijn al over de helft van de game. Ik heb het even opgezocht. Hoe lang alles nog duurde en shit. En andere commentators zitten in de 20 parts met de hele game, complete game. En zijn ze bij part 14. Is dit waar wij nu zijn. Dus... Dat duurt niet zo heel lang meer. En we zijn dus al lang over de helft. We zijn op 3/4 zo'n beetje. Dus dat schiet aardig op. Met de game. Maar ik denk, zoek het even op. What the fuck vlieg je daar naartoe? Wat voor achtelijke idioot ben jij? Dus ja, dan weet je een beetje waar we zitten in deze game. Hoe ver we zijn. Oeh, wat ligt daar? Een batterij. Ah, dan kunnen we een lift weer aan het werk krijgen natuurlijk. What the fuck kan ik hierboven doen? Kan je klimmen? Dat zie ik, maar... Wat moet ik hier? De airco laten werken weer? Wat heeft dit voor nut? Heeft het al geen nut om hier naar boven te gaan? Oh, fucking hell. Jij kunt ook niks geen drop maken. Nou, ga dan maar weer naar beneden via deze weg. Val. Goed zo. Bravo, jongen. Dan gaan we 3, 2, 1. Woehoe! Oh. Dat is gewoon ook leuker dan wat het was. Volgens mij is dit die weg waar we helemaal naar beneden kunnen. Ik zei met die stomme bosjes. Yup, dat is hier. Picked up a water bottle. Oké, verder dan... Dit kunnen we ook niet naar beneden, zo te zien. Dan moeten we wel overspringen naar het andere gebouw. Als die camera even meewerkt. En... Dude! Klimt. Ik word echt... Krankjorum van die fucking camera in die game. Het is echt stronte iets dan. Maar ik speel nog wel steeds met plezier. Dat is het aparte eigenlijk eraan. Hallo. Tante Pep en oom Henk. Mooi. Daar was die fles wijn voor. We hebben 10 van de 20 man gered. They did make a makeshift attempt. Boats mostly. Not enough. Ja, boten zijn handig bij een aardbeving. Die hebben er geen last van. Nou ja, tsunami daar. En ik moet gapen. Sorry. Oh. Bottoms up. Ja, geniet van jullie de laatste paar dagen. Dat klinkt wel heel dramatisch ook. Geniet van je laatste dag. Maar ja, ik ben blij dat ik van hun wijn heb mee kunnen nemen. Ook al was het onbedoeld, maar alsjeblieft. Je helpt ze niet eens eigenlijk. Ze kunnen zelf ook daarheen klimmen. Ze zijn niet invalide ofzo, zoals die Henry waar we heen gaan. Die zit tenminste in een rolstoel. Die heeft tenminste een excuus. Van nee, kan niet, want ik zit in een rolstoel. Maar ja, maakt het niet zoveel uit. Oh fuck, we gaan glijden. Wee! Aha, we are... Zo mooi. Zo daar kan. Dan gaan we nu weer naar Henry's huis toe. Oeh, daar ligt het nog iets. Dat zag ik nog net in mijn ooghoek. Zag ik daar nog iets oplichten. Dat niemand zijn fucking huis aanvalt, vind ik echt raar. Zo fucking perfect. Kijk dan. Een dikke gate ervoor. Kun je dichtgooien dus. Echt, ja, een gate kun je dichtgooien. En dan met de lift. Dat is gewoon perfect. Het is toch zo makkelijk om die deur aan te vallen.
Dimitri's right. I'm leaving right now. Okay. The Water Edge Hotel. Heb ik dat niet ergens gezien? Ik kan het zeggen, dat is hier. Ik heb het eerder gezien, The Water's Edge Hotel. Dat is waar ik heen wou, yay! Want hier moet je over die balk heen lopen. Einde fucking luck, mag ik er van de game zelf heen? Yes, nou ben ik zo blij. Amusement Park. Ik ga echt heel gemeen zijn, ik ga verklappen dat we aan het einde pas in het amusement park komen. Dus wat je ook denkt en hoopt dat ik ga doen, dat is pas in de laatste part. En dat is qua dat niet echt verklappen, vind ik. Dat mag nog. Dat is nog redelijk. En weet je in ieder geval dat we er wel komen. Je weet niet waarom, je weet niet hoe en wat. Je weet alleen dat we er komen en dat het in de laatste part gaat zijn. Dus ja, we gaan naar het hotel toe. Blijkbaar. Om mama mee te halen. Dan gaan we dat doen. Met de lift naar beneden. La 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 la. En dan zit ze dus tegen haar wil in het hotel, dus dat zal wel niet een heel vriendelijk vakantiehotel zijn. Zijn eentje van help mijn vakantie, of nee, red mijn vakantie, hoe het programma ook weer heette. We zitten nu ook op een andere plek. Komen op een andere... Oh nee. Het is nacht geworden. Fuck jou. Kut, ik heb geen kogel meer. Nee! Oh, en dan gingen we dood. Kut, sorry, ik heb maar één kogel. Ik had gelijk naar voren moeten rennen. Maar we hebben, goddank, 9 retries, wat er een hele collectie is. Maar daar kun je ook heel snel doorheen jassen. Maar we zijn er dus nog wel. Even nog. Yay, we hebben een extra kogel, 2 kogels. We zitten dus nog op dezelfde verdieping. Het is alleen nacht geworden. Buiten, zeg maar. Het is nou donker. Buiten. Staff! Fuck, net op tijd. Gas mask. Mooi. I'll be able to last longer in the dust. Ja. Nou, het enige wat we even moeten is fucking HP. En hard ook. Ik eet die meat wel op. Om nom nom meat. Om nom nom. Dan pakken we nog een ding mee. Mooi. We hebben dus een gasmasker nu op. Dan kunnen we net zo lang rennen als we willen, zo'n beetje. Zonder dat er iets gebeurt. We hebben geen kogels. Maar daarom ren ik ook terug. Want er ligt sowieso nog een kogel. Want één duurt die had nog wat. Vandaar ook dat ik terugloop. Hij heeft ook al uit het niet zijn gasmasker op. Prachtig. Echt prachtig. Ja, waar we heen moeten. Waar gaan we langs? We gaan hier dan langs. Daar langs. En dan gewoon oversteken via. Denk ik. Dat is de enige manier die ik weet. Voor de rest is het niet echt een manier. Dat is het probleem. Die burn is echt fucked up langzaam nu. Dat is echt super chill. Het is gewoon een beetje donker. Nou is het pas creepy. Als je voorheen vond dat het creepy was, nu is het pas creepy. Je ziet geen ene fucking steek in die fucking stofbende. Ik weet nog steeds niet wat deze deur aan doen is daar. Fucking hell jongen, loop nou over die balk heen. Ga er niet stom naar kijken. Aap. Want daar was ook een deur. Namelijk. Maar ik ren hier langs. En dan ga ik zo meteen naar boven. Even lucht happen. Hier gaan we naar boven. Dan kun je gelijk even kijken hoe en wat ook alweer. Dan kunnen we via daar ook weer naar beneden trouwens. What the fuck? Holy crap! What the fuck gebeurde daar?
Is dat een helikopter? Volgens mij was dat een helikopter. Dat is wel nice. Nee, niet echt, en dan kon zo eens de enige weg eruit zijn. Maar. Map updated. Oh, we hebben nu. Oh my god. Typisch, typisch, typisch. Wat er nou is gebeurd is. Die helikopter, of wat de fuck ook neergestort is, die heeft ervoor gezorgd dat we nu een overweg hebben naar de andere kant toe. Volgens mij. Als ik het goed begrijp. Van die game. Want hij geeft nu namelijk aan dat we hier overheen kunnen. Of dat we dat moeten verplicht. Dat zou ook kunnen. Maar. Ik weet het niet. Ik slinger gewoon. Dat is een echte slingerappie. What the fuck game? En punt is. Retry hè. Waar komen we aan met retry? Waarschijnlijk fucking. Waar de fuck zijn we nu? Hier wil ik niet zijn. Nou ja, aan de andere kant, dankjewel game. Hier moest ik nog net even wat dingen oppakken. Oh, en onze stamina is bijna op. Fucking genius dat hij mij hier ook gewoon neerplant dan. Rustig lopen, rustig lopen, rustig klimmen. Burn is niet zoveel. Oh, heel rustig. Schouw ze maar bij die ladder zijn namelijk. Daar hebben we het overleefd. En daar is geen stof meer. Dus dan kunnen we weer stamina rechargen. Ik weet nog steeds niet wat daar gebeurt. Oké. Okay. Er gebeurt iets, maar we weten nog steeds niet wat. Want normaal moeten we over de grond heen lopen en dan weten we het wel. Maar dan hebben we geen dingen, dus. Dan hebben we dat met de stamina niet. Zoals we nou hadden, dus waren we helemaal dood geweest. Naar beneden. Fucking hell, ga naar beneden jongen, lamme draak. Dat is een politieauto, daar kunnen we niet langs. Volgens die game kunnen we nou gewoon oversteken. Ja, dat wil via hier niet. Gewoon via boven nog steeds. Klimmen. Dank u. Fucking hell. Wel fucked op dat we die stamina nou een beetje missen eigenlijk. Dat is wel crap. Ah, daar is iets nergens tot de grens in het gebouw. Ik heb het eindelijk door, jongens. Eindelijk. Slinger, appie! Jee, mooi. We hebben het gehaald ook nog. Is dat een helikopter? Yep. Dat is een helikopter. Ja. Waarschijnlijk. I don't care, to be honest. We gaan hier naar beneden. Steen is dat wat mij boeit. Ik heb nog één kogel. Dat vind ik niet zo heel fijn, maar. Doe maar. Het is hier een beetje fucked up donker. Dat is ook niet fijn. En ik ga nou heel. Nou, jippie, we hebben er een kogel bij gekregen, omdat er dus iets gaat gebeuren hier. Dat is wel weer duidelijk. Als de game ons dingen gaat geven, zijn we het nodig. Anders geeft die game ons niet wat. Dat is toch echt wel een regel in deze game die heel goed toegepast wordt. Ik heb hier wel eens al eerder heen rennen. Toen we dit pakketje op moesten halen. Ja. Dat heb ik toen niet gedaan. Ik ben toen niet teruggegaan, daar heb ik geen zin meer in. Stamina is laag, I know. Hier zijn we bij het hotel. Fruit cocktail. Waarschijnlijk moeten we naar beneden als die fucking muis meewerkt. Nee, de muis, dit is niet muis schuld. Het is de game's schuld. Nou ren ik helemaal als een kip zonder kop rond. Even kijken, wat fixt onze stamina? Wat moeten wij met de batterij? Goeie vraag. Ik moet iets hebben dat onze stamina capacity upgrade. Dat is een waterbottle. Zo te zien.
En dit ook. Dan eten wij er daar ook eentje van. Dat moet wel genoeg zijn om ergens veilig te komen, denk ik. Oh. Mooi! Zo mooi dat die volk gewoon weggaat. Als hij iets moet vertellen. Yo, laten we even de volk weghalen, anders kunnen mensen niet zien wat wij bedoelen. Fucking game. Side entrance. Nou, daar gaan we dan, het hotel in. Het Uzo Mooie Paradise Hotel. Surprising enemies is a good strategy. Ja, dat had ik al door. Save May's mother. Save Mama May. Nou, het ziet er nog niet zo hostile uit. I don't think he's one of them. Doesn't look like one of the guys who grabbed us. Alsjeblieft, daarom hou ik altijd een fucking ding bij mij dus. About the woman you're looking for? She was brought in this morning. She's probably been welcomed already. She must be in the bedrooms on the fourth floor. Ze hadden gebruikt als hoer, ik wist het. Dat was te verwachten in die game. Haha. Willen jullie niet mee? Naar veiligheid misschien. Maar daarom zou ik zei, hou ik zo'n ding, hield ik zo'n ding bij mij. Zo'n medkit pack gevaten ding. Omdat het nog wel eens handig kan zijn, omdat al die lui dat altijd nodig zijn. We moeten dus helemaal naar boven naar de vierde verdieping. Oh, laat hier alsjeblieft de lift werken, zodat we niet hoeven te lopen. Haast wel zeker dat het niet werkt, de lift. Camera, werk mee. Ik wil naar links kijken. Dank u. Pinkert. Het is een mooie badkamer. Hebben de vrouwen ook nog wat? Nope. Ze verwachten niet dat je de vrouwen badkamer waarschijnlijk binnen gaat. Die game. Daar is niet wat. Het is een van de oud stoffige schilderij. Nou helemaal. Het is een beetje stoffig hier. Oké, dan gaan we met de trap naar boven. Want de lift werkt niet. Helaas, pindakaas. Het is maar een beetje lomp en dat dacht ik al. Dat zijn allemaal fucking lui. Oké, hij heeft dus wel kogels. Maar die ene Big Armor dude zegt van, jij hebt geen kogels. Gezellig. Ze zijn het met elkaar niet eens. Wat een happy family. Zou je zo, zoals nu, zou je die kroonlucht kapot kunnen schieten. Maar dat mag weer niet. Dus daar gaan we sowieso zien. En daar is een fucking hek waar ik niet naar binnen kan, want daar is een casino. Is dit wat wat? Ik moet ze met surprise nakken, maar dat gaat niet echt, volgens mij, denk ik. Dus er is eentje die heeft wel niet kogels en er is eentje die heeft wel niet kogels, waarschijnlijk wel. Dus we kunnen onze boog pakken. Oh fuck. Ja, dat dacht ik dus al. Vuile aim assist, jongen. Ik word daar gaaf van. Kijk, dat ze dat bij een controller doen, aim assist. Oké, okay, dat heb ik al uitgelegd. Dat is bij consoles nou eenmaal omdat het wat lastiger is om met een sticky te mikken dan met een muis. En dat ze dan snappen on targets. Oké, okay, maar hier met de muis moet je echt naar links voordat hij pas snapt naar de andere target. Je kunt de snap ook niet uitzetten. Je mag niet zelf aimen. Die computer moet het voor je doen. Dat is fucked up. Dat vind ik echt fucked up. Oh. Run away, just run away. Please don't. I'll take him down.
Nope, dat ga je niet. Oh nee, jij bent een bulletproof dude. Nope, jij bent niet bulletproof. Mooi, I'm at your mercy. Jij ook. Ga bukken. Bukken. Die andere dude doet ook niks, want die is nou gesurrendered. Terwijl hij makkelijk zijn blade op kan pakken en gewoon blijven leven. Nee, is goed. Ik zal je executen. Zo'n lieve man ben ik wel. Ja, sterf. Dank u. Pikt wel painkillers. Mooi. Helemaal top. Painkillers. Dat is de front entrance volgens mij. Mooi, we hebben weer een medkit. First aid kit. Wat is dit, de basement? Nope, dit is de front door. En we hebben nu dus ook een body armor ding. Wat ook wel handig is. En dan kunnen we tenminste een strike krijgen. Of een kogel in onze kop, val ik bijna zeggen. Maar dat telt niet. Oh, daar ligt toch nog iets. Painkillers. En ik moet niezen. Dat is niet zo mooi. Maar ik moet het wel. Oh, dat zeg ik, sorry. Nou, kom op. Werk. Open met dat hek. Viva Las Vegas. In het casino. Sowieso dat hier allemaal lights zijn. Kan niet anders. Zie? I knew it. En die vrouwen, die kunnen niks aan doen. Die worden hier allemaal gehosseld. Door die andere lui. Ik ben even aan het luisteren wat ze allemaal aan het zeggen zijn. Misschien dat ze info weggeven, dat doen ze nog wel eens. Altijd domme lui bij. Ik wil die dude killen. Fine game dat jij mij zo... Ja, jij bent niet bulletproof. Dat leek mij toch al wel duidelijk. Bukken! Camera, fuck jou met je snap-dingen. Achteruit lopen, kogel oppakken. Dat is een arrow. Had die duurt geen kogels? Jawel. Mooi, twee kogels ook. Oh. Fucking hell, dan moeten we toch maar weer struggle kill doen. Dat is het probleem, dan wil je snel switchen naar je pistol, maar dan switcht die game niet snel naar je pistol, zeg maar. En daarom, ik koos voor een arrow, omdat het, ja, dat kunnen we oppakken. Dus dat kost ons geen munitie, wat wel belangrijk is. En die vrouwen, die zijn bang. Dat mag. Hallo mevrouw. In. Mooi bandje hier ook. Heel mooi. Oh, daar is die andere bange vrouw. Komt er maar. Oeh, je hebt een kale kop bijna. Dat vind ik niet echt mooi. Hallo mevrouw. Je kunt ook recht naar kruising kijken. Maar dat vermoeden had ik al dat ze dat mee bedoelde dat het niet vrijwillig ging. Ho, we hebben een doek in onze kop. Nou, ik denk hier vinden we ook nog iets, maar nee. Ook wel weer te enthousiast gedacht. Sowieso dat hier luidjes zijn. Ze denken, hoezo, sowieso. Omdat daar een vuurtje brandt. Dus dan kun je ze suppressen en zeggen, hé, hey, achteruit, achteruit. En dan in het vuur trappen. Dus 100%. Dat daar dus luidjes zijn. We kunnen hier met de trap naar boven. We hebben een trap gevonden. Nou, eigenlijk kunnen we niet naar boven, alleen maar naar beneden. Maar dat komt allemaal goed. Gaan we allemaal doen in het volgende part. Dan gaan we Mace Moeder redden. Dus ik zie jullie dan weer. Later. Wil jij altijd de beste deals hebben en vertrouwd games kopen zonder op allerlei websites een account aan te maken? Dan ben je bij Kingwing aan het juiste adres. Voor meer informatie klik op de link in de beschrijving.